Nou, waarom doen we dit eigenlijk? Omdat we zien dat jongeren te weinig betrokken zijn bij de politiek. Mm-hmm. Daarom zijn we dit tijdens onze studententijd eigenlijk begonnen een heel aantal jaar geleden om op nieuwe manieren te kijken hoe betrekken we nou jongeren bij de politiek, zodat wij echt als jonge generatie ook een stem hebben, mm-hmm, in het publieke debat over zoveel belangrijke thema's die nu spelen. En dat doen we op allerlei verschillende manieren. We hebben een productie over Europa in de komende maanden, een theatervoorstelling. Maar we gaan ook in de komende weken langs allerlei mbo-instellingen. Maar we staan ook in Paradiso Amsterdam aanstaande maandag bijvoorbeeld met, mm-hmm, de grote verkiezingsshow. Mm-hmm. Want ons doel in de komende weken is om meer jongeren te laten stemmen. Voor de Provinciale Statenverkiezingen, want daar is heel veel werk in de winkel. Een van jullie heeft van tevoren gezegd, de Provinciale Statenverkiezingen is misschien wel de saaiste verkiezing ooit. Nou ja, ik had ook een one-liner eigenlijk bedacht. Ja. En dat is dat de Provinciale Statenverkiezingen het afvoerputje van de Nederlandse verkiezingen zijn. Mm. Maar hoe moeilijk is het dan om jongeren hiervoor warm te maken? Dat is belachelijk moeilijk. Ja, ze komen normaal voor politiek en verkiezingen hun bed er nauwelijks niet uit. Laat staan voor de provincie. Dus we hebben daar wel echt werk aan de winkel, ja. Maar hoe komt dat? Ik denk omdat ten eerste in het onderwijs is er heel weinig aandacht voor hoe de Provinciale Staten werken. Laat ik dat daarmee beginnen. Okay. Ten tweede, ik denk ook omdat er qua representatie herkennen heel weinig jongeren zich in wie die politici dan zijn. Mm. De meeste heten Jan, Piet, Klaas en Henk volgens mij. Geen grap. Dan denken veel jongeren, ja, voor wie praten zij eigenlijk? En dan ten derde, komen we terug op die verkiezingsdebatten, de radiodebatten, de tv-debatten. Het is veel van hetzelfde. Mm-hmm. We zien 16 verschillende mensen die toch dezelfde zinnen de hele tijd zeggen. Mm-hmm. Heel veel aan het zenden zijn. En wat wij daar tegenover zetten is een spannende show.